Welkom bij Rivierenland in Zaken. Drie mooie onderwerpen. Allereerst gaan we praten met Eno Akal. Hij heeft een boek geschreven over de crisis en hoe we daar misschien wel uit kunnen komen. Ten tweede hebben wij dan een aantal dames aan tafel en die gaan alles vertellen over een ladies night en over evenementen. Dit en meer in deze aflevering van Rivierenland in Zaken. De crisis is je kans. Verdubbel, verdrievoudig, vertienvoudig, zelfs je bedrijfsvoering. En dat in een problematiek die geschetst wordt als zijnde een soort doemscenario. Nou, allereerst, we dachten dat de crisis voorbij was, maar dat is dus niet zo. Nee, de crisis is helaas nog niet voorbij. We gaan waarschijnlijk weer naar de volgende fase van de crisis. Want centrale banken proberen het proces van deleveraging op dit moment tegen te houden. En dat kunnen ze beperkte tijd doen. Oké, maar waarom is de crisis dan wel een kans? Omdat er enorme veranderingen op komst zijn. Economisch, demografisch en technologische veranderingen. Die letterlijk 1 keer per 100 jaar voorkomen. En iedere verandering is in mijn beleving een kans. Als je kan aanpassen, dan kan je ervan profiteren. Die veranderende economie, wat voorbeelden? Ja, de obligatiemarkt is nu aan het corrigeren. En niet de korte termijn schuldmarkt zoals de meeste mensen denken. En dat is het grote probleem van deze economische recessie in relatie tot alle voorgaande recessies die we gehad hebben. En als je dat realiseert, dan kan je ook je organisatie of je privéfinanciën afstemmen erop. En die demografische veranderingen? Die demografische factoren die zijn nu versneld aan het veranderen. De populatie in West-Europa of Europa in zijn algemeenheid is nu versneld aan het vergrijzen. We staan momenteel op een piek en we gaan nu voor de komende decennia gaan we afglijden, waarbij de populatie steeds ouder en ouder wordt. En het probleem daarvan is, economisch gezien, is dat de bestedingen dalen. En niet alleen dalen de bestedingen als totaal, maar ook waar mensen hun geld aan uitgeven. Daalt. Klein voorbeeldje om het duidelijk te maken voor de kijkers. Als je jong bent, koop je een appartement of je huurt een appartement, heb je woninginrichting nodig, je hebt meubels nodig. Mensen na 50 besteden gewoon veel minder aan meubels. Dus als je bijvoorbeeld in een meubel zou zitten, dan zou ik niet heel veel meer investeren in meubels. Want de verkoop van je meubels zal afnemen de komende decennia. Je noemde het woord investeren al. Hè? Nou ja, investeren heeft ook alles met geld te maken. Als de rente nul is eigenlijk, wat kunnen de banken dan wel doen? Ja, dat is het grote probleem nu. Centrale banken staan tegen de muur. Rente van nul is al bereikt. En nu gaan ze zelfs een stapje verder en gaan ze de rente negatief maken. En dit brengt enorme problemen met zich mee voor de hele wereldeconomie. En dat zie je als eerste in landen die grondstoffen produceren. Dus denk aan Zuid-Amerika, denk aan Afrika. De grondstofprijzen die dalen sterk omdat de dollar heel erg in waarde stijgt. Die landen komen nu in de problemen en omdat die landen veel minder geld krijgen voor de grondstoffen die ze kunnen verkopen, kunnen ze ook veel minder producten bij ons in Europa kopen. Denk aan BMW en Audi's. Ja, waar verkoopt Audi en BMW zijn auto de laatste 10 jaar? Dat zijn Zuid-Amerika, dat is Azië. Ja, als die markten opdrogen omdat er veel minder geld binnenkomt doordat de grondstoffenprijzen zo sterk zijn gedaald, dan heeft het ook repercussies voor ons in Europa. Ja, nou, u geeft aan, de crisis is nog lang niet voorbij. De vraag is dan natuurlijk, ja, wat is de volgende trigger dan? Hoe kunnen we het herkennen? Ja, de dollar. Let heel goed op de dollar. Het probleem wat we nu zien is dat de dollar te hoog is. Dat kan de wereldeconomie en de Amerikaanse economie niet dragen. Want voor de Amerikaanse economie betekent dat de export gaat dalen als gevolg van die hoge dollar. Heel veel schulden zijn ook uitgedrukt in dollars. Dat betekent dat de waarde van die schulden en de verplichtingen die eruit voortvloeien ook stijgen. Dus de landen, met name Zuid-Amerika, Afrika, Azië, Midden-Oosten ook overigens. Ja, daar ga je grote problemen zien als gevolg van de stijgende dollar. En wat ik net zei, dat komt via die landen weer terug bij ons. Ik wil niet al te huiverig maken. We hebben het al een klein beetje over de vergrijzing gehad en ook over het besteding. Maar ja, zijn er dan ook nog tot slot toch wat positieve dingen te vermelden? Jazeker, want een deleveraging is een schoonmaakproces wat in deze economie hoort. En na deze economische winter krijgen we automatisch weer een economische zomer. Dus het is belangrijk voor het systeem om zichzelf te reinigen. En voor bedrijven en mensen die willen weten hoe ze dat kunnen doen, kunnen ze altijd mijn boek lezen. Oké, nou, die tip die zullen we dan te harte nemen. Ik ga je dan in ieder geval bedanken voor je bezoek. Dankjewel, Tom. Ik vond het leuk om hier te zijn.
Als we in Rivierenland in zaken zitten, dan hebben we veelal te maken met mannen. En ik ben blij dat ik nu een aantal dames kan begroeten aan tafel. Ina Willekes en Conny de Keizer, bijzonder hartelijk welkom. Ina is van Willekes, van het autobedrijf, mag ik zeggen. Conny, en jij? Ik ben van het Paramedisch Centrum Beuzeghem en Betuwe Bewust Vitaal. En je had ook nog wat leuks te melden, want je was genomineerd of zo op de hele. Ja, wij zijn genomineerd geweest voor Burense Ondernemer van het jaar 2016. Kijk eens aan. En de vraag is natuurlijk, word je het ook? Wij zijn het niet geworden, maar wij met de 6 andere genomineerden in 3 verschillende categorieën. Ja. Voelen ons eigenlijk allemaal weer naar. Ja, omdat we genomineerd zijn. En die jury deugt dan niet natuurlijk. Of mag ik dat niet zeggen? Nee, natuurlijk niet. Nou, dat zal ik niet zeggen, maar nee, het was gewoon super. Dames, belangrijk is te weten dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sociaal ondernemerschap wordt het ook vaak genoemd. En jullie hebben daarin bedacht een initiatief om een Ladies Night te gaan organiseren. Nou, ik voelde me onmiddellijk buitengesloten, dus ik wil je bij deze ter verantwoording roepen. Maar het blijkt ook dat het ook toegankelijk is voor mannen. We hebben een hele bijzondere Ladies Night. Ja. Heren zijn bij ons welkom, zeker. Ja. Ja. Allereerst, wat is het doel? We werken voor 2 doelen. Dus we werken zoveel mogelijk kosteloos, zodat zoveel mogelijk geld naar het goede doel kan. En de 2 goede doelen zijn Stichting Kika, dus voor kinderkanker, en Stichting Vlinders uit Tiel. Ja, mensen die en wat doet Stichting Vlinders uit Tiel? Is een echtpaar en dat vangt kinderen op die niet meer thuis kunnen wonen. En die blijven vanaf het moment dat ze daar komen, totdat ze volwassen zijn, daar wonen als kind aan huis. Ja. Ja. En naast het ondernemerschap heb je hier dan ook allemaal tijd voor om dat nog te regelen. Dat moet lukken, hè? Ja. Ja. Wat kunnen we verwachten? Een hele enthousiaste avond. Ja, een hele sprankelende avond. We proberen het een beetje naar een goed niveau te halen. En we hebben een diversiteit van 25... Ja, goed, maar sprankelende avond. Wat, waar zo? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, we hebben natuurlijk onze 25 standhouders. Die heel divers zijn en zich allemaal op een hele leuke manier gaan presenteren. Ook bijvoorbeeld door middel van een modeshow, metamorfose. We hebben een proeverij, fotoshoot. Veiling, verloting. Goed, de vraag is natuurlijk, want het is allemaal heel abstract. Maar wanneer is het? Het is op maandagavond, zodat de meeste dames kunnen. En welke datum? Natuurlijk, 31 oktober. 31 oktober, daar leven we dan naartoe. En het vindt plaats in de Agnietenhof in Tiel. In de Agnietenhof, kijk. Een supermooie locatie. En die hebben net ook nog een prijs gewonnen. Die zijn ook allemaal hartstikke gelukkig. Gastvrij natuurlijk. Agnietenhof, ja. De opbrengst, want ja, dat is altijd iets met dit soort activiteiten. Heeft er maar altijd over, het wordt veel geld opgehaald en er blijft ook altijd veel in de strijkstok hangen. Nou, ik neem aan dat dat bij jullie niet van toepassing is. Nee, we proberen zo kosteloos mogelijk te werken. Dus alle bedrijven werken pro deo voor met ons mee of via sponsoring. Dus, zowel de intree als het geld wat de kraamhouders en dergelijke meebrengen is voor het goede doel. Kunnen ondernemers zich nog aanmelden of is dat afgesloten? Ze kunnen zich in ieder geval aanmelden als sponsor. We zijn nog op zoek naar leuke bijdragers voor de veiling en voor onze verloting. En verder kunnen bedrijven zichzelf in beeld brengen door hun logo aan ons te sturen. En daar vragen wij een kleine vergoeding voor. Oké, en dat alles wordt het goede doel. En dat alles gaat naar het goede doel. Nog even, wat denk je van de opbrengst? Of zeg je dat komt wel uit de hoed? Dat hoor je later wel. We hebben zeker iets in ons hoofd, maar we laten ons verrassen. Ja, precies. Ik ga jullie hartelijk bedanken voor de uitleg. En betekent dat ik mij als man zijnde dus binnenkort moet gaan melden. U bent van harte welkom. Ja. Ladies Night. Breng zoveel mogelijk mensen mee. Dank je wel. Er is een ondernemersfestival en we gaan eens vragen welke mensen daarbij betrokken zijn en waarom dat allemaal gedaan moet worden. Aan tafel heb ik Monique van Vliet Bloemen en Irina den Hartog. Dames, een bijzonder hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, het is toch leuk dat ik steeds meer dames aan tafel krijg. Dat gaat de goede kant op. Een initiatief voor een ondernemersfestival, waarom? Nou, het was er nog niet in onze regio. En ik zie om mij heen dat er behoefte aan is. Dus wij hebben besloten om, ik heb Irina erbij gehaald en we hebben besloten om het gewoon te gaan doen. En wat houdt het in een ondernemersfestival?
Nou, ondernemers kunnen een stand huren en dan kunnen ze als een product leveren, kunnen ze hun product meenemen. En als bezoeker kan je kan voelen, je kan ruiken. Er gebeurt heel veel online, maar hier kan je echt de producten van dichtbij bekijken. De ondernemers en dergelijke, komen die uit deze regio of komen die uit heel Nederland? Uit de regio, uit Tiel en omstreken. Ja. Ja. Nou Irina, wat kunnen we eigenlijk verwachten? Nou, het wordt georganiseerd in het vernieuwde hotel van Van der Valk. Wat kunnen we verwachten? We wilden vooral geen statische beurs creëren, maar echt een beurs met open business points. Waarin bezoekers echt de mogelijkheid hebben om de exposanten direct te ontmoeten. Mooi, is dat een open business point? Hoe werkt dat? Hoe ziet dat eruit? Nou, je hebt echt open stands. Dus de ondernemers hebben ook de ruimte om wat meer beleving in hun stand te creëren. Eventueel demonstraties of iets anders. En de bezoekers hebben ook direct de mogelijkheid om wat dichter en directer op de ondernemer te staan. Ja. Is het business to business? Willen jullie alleen ondernemers teasen en een uitwisseling tussen ondernemers? Of is het ook voor de consument toegankelijk? Nou, ik noem het liever business to people. Want er zijn, dat is een mooie kreet, ja. Dankjewel. Er zijn ook ondernemers die producten verkopen of diensten leveren aan particulieren. Bijvoorbeeld iemand van Telecom, die levert ook aan particulieren. Dus in principe is iedereen welkom. Ja. Wat verwachten jullie? Je verwacht dus burgers? Ondernemers, eventueel leveranciers van de exposanten zelf. Ze hebben ook de mogelijkheid om die vrij uit te nodigen. En wanneer ze zich aanmelden op de website, zijn ze ook gratis, hebben ze toegang. Dat is mooi. En wanneer gaat het fenomeen plaatsvinden? De beurs zelf is op 26 november aanstaande. En een week eerder hebben we een meet and greet met alle exposanten. En een week na de beurs is er een afsluiting voor alle exposanten. Gebeuren er ook nog leuke dingen? Ja, jullie gaan op die dag opnames maken. Ondernemers die bij jullie aan tafel aanschuiven, mogen hun pitch doorgeven. En dan kunnen ze een opname bij jullie winnen. Met andere woorden, wij gaan ook de ondernemers aan de tand voelen en we gaan ook de sfeer helemaal ervaren. Ja. Kunnen ondernemers zich dan aanmelden trouwens? We hebben nog even de tijd. Ja, ondernemers kunnen zich op de website www.businessfest.nl aanmelden. En hun aanmelding moeten ze meenemen en dat is hun gratis entree. Een heel goed initiatief. Ik ga jullie heel veel succes wensen. Dankjewel. Dankjewel. Dit was Rivierenland in Zaken. Uiteraard zijn we de volgende keer weer. En wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de gebeurtenissen, dan volgt u ons op onze website www.rivierenlandinzaken.nl. Dank voor uw aandacht. Tot de volgende keer.